Good morning guys en welkom bij een nieuwe vlog. Nou, het is nog super vroeg, maar ik ben nu al op Witte de Witstraat in Rotterdam. En ik ben vandaag bij Tony en Guy. Kunnen jullie het zien? Ik ben hier vandaag voor een opdracht samen met Janine Buijs. En wij gaan vandaag een aantal modellen opmaken. Tenminste, ik ga een aantal modellen opmaken. En Janine gaat het haar doen. Dan worden er een aantal foto's geschoten. En deze foto's worden gebruikt voor Tony en Guy prentenboek. Het zijn zeg maar van die boeken waar je zelf een kapsel kan uitzoeken. En deze keer zijn het alleen maar vrouwen. Nou, ik ga vandaag voor Tony en Guy vloggen. Dus ik neem jullie vandaag de hele dag mee. En ja, we gaan zien wat de dag brengt. Vertel. Ik ben Elise en ik ben vandaag haarmodel bij Toningen. Yes, wat gaan we vandaag op je doen? Ja, van alles eigenlijk. ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal wordt. Ja, want je hebt al horentjes, zie ik. Ja, ik heb horentjes. Heel dat is wel top. Gemaakt. Hoe ga je dit eruit krijgen? Ja, ik denk gewoon weer uit de knoop halen eigenlijk. Ja, hè? Komt wel goed. Het is wel heel gaaf hoor, ook de kleuren in je pony. Ja. Staat je goed. Dankjewel. Hey, ik ga dadelijk je make-up doen, dus dan gaan we zien wat het eindresultaat wordt. Leuk. Dit is ons moodboard van vandaag. Om jullie even een idee te geven welke richting we opgaan qua stijl. Fase 1. Is het eng? Echt eng, joh. Wat ben je eigenlijk? Een hert? Nee? Een dier. Een dier. Een dier. Eng, hè? De lippen. Ja, man. Ze zijn echt uitgedroogd. Hoe gaat het hier? Langzaam.
Hoi, ik ben Ramon, Technical Director van Tony & Guy Nederland. En we gaan binnenkort een heel leuk projectje samen aan. Dus, Yes, ik heb er zin in! Yeah. One week later. We kunnen zien hoe de opdracht is verlopen en nu is het tijd om mijn haar aan te pakken. We gaan werken met verschillende kleuren, met rood, met roze, met koper en met blond. Dus we gaan voor jullie een before en after maken en dan ben ik heel benieuwd hoe dit eruit komt te zien. Hoeveel kleuren gaan we aanbrengen in mijn haar? Vier. Ik denk dat je alle verschillende kleurtjes al kan zien. Het is een beetje onduidelijk, maar we gaan zo een gedeelte opnemen. En daar is Janine! Yes, laatste. Laatste. Spannend. Hey, en wat is koraal? Blijkbaar een nieuwe trend. Dus... Nou, dit was het dan. Dit was het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet dit filmpje vooral niet te delen en te liken. En dan zie ik jullie snel weer.